is echt een hele grote cave. Het is zo'n grote cave. Oké, okay, pas op. Weg, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Oh, pas op jongens, pas op, pas op. Oh, ja. Kom op, kill hem. Oh, wat is er gebeurd? Oh, hey, jongens. Hey. Hey. Hey, Koen. Hey. Hey. Oh, wat is er gebeurd, man? Waar zijn we beland? Ja. Oh, ik ben duizelig. Ik ben op mijn hoofd gevallen. Zo slecht. Ik voel me zo slecht. Oh, waar zijn we? Wow! Wat is dat? Wat is dat? Dat is een octopus. Nee! Ons schip! Het is ons schip, jongens. Oh, wat is er... Oh, nee. De octopus heeft ons van het schip gejast. Oh. Nee, dit meen je toch niet? Dit ga je toch niet menen? We zijn op een eiland, lijkt het wel. Jongens, wat is er gebeurd? We moeten hier weg. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Heeft iemand een mogelijkheid? Hoe gaan we dit fixen? Geen idee. Is niet wel een leuk tentje? Ja, dat is ook een tentje. Wat is dit allemaal? Oh joh, ik ben duizelig gek. Oeh. Maar het is wel gevaarlijk hoor. Oh, wat doe je? Oh, wat doe je? Oh! Wat? Dus als je in het water springt ga je... Oh, ik wil het proberen. Oh my god. Dit is toxisch water, jongens. Je gaat dood. Het is giftig water. Oké, spring niet in het water, want je gaat hartstikke dood. Dit meen je toch niet? Oké, hoe gaan we ontsnappen, jongens? We moeten even iets fixen. Dus we zijn al één iemand verloren, net nu. Nee, kom terug! Kom terug! Draai om! Oh, wat doet hij? Pas op. Wat doe je? Kom terug. Nee, oh my god. Wat een sukkel. We hebben nog iemand verloren. We zijn nog iemand kwijt. Oké, boten werken niet. Het water mag niet aanraken. Ik zie hier wel lilypads. Oké, jongens. Volg mij, zou ik zeggen. We gaan eroverheen. Niet erin vallen. Je moet parkour kunnen voor dit. Oké, daar komen ze. Let's go, jongens. Wat is dit trouwens? We zijn bij een altaar. Oh nee, dit is een gek boek met... Oh... Jongens, kom. Oh, pas op. Pas nou op. Kom, pas op. Oh my god, we mogen niet nog meer mensen verliezen. We zijn al twee mensen kwijt. Kom op, spring! Hup. Ja, gewoon springen, jongens. Je kan een paar tikken. Oh, daar gaat weer één. Jongens, pas nou op. Spring. Ja, goed. Oké, top. Ja, we wachten even op die laatste twee. Kom op, jongens. Oh, pas nou op! Oh, we verliezen weer bijna iemand. Oké, daar is hij. Pas op, jongen. Ik ben er. Ik heb ook nog wat broodjes. Dus die ga ik gewoon eten. Oké, jongens, er is hier een boek met blijkbaar uitleg. Ik lees het wel even voor. Welkom op Beerdoza, een eiland waar al jaren een vloek op heerst. Er is nog nooit iemand in de afgelopen 1000 jaar van het eiland afgekomen. Dit meent er niet. We komen nooit weg. Oké. De beschermer van dit eiland, de Ugopsida. Wat is dat? Neutraliseert al eeuwenlang elke bedreiging. Oh, dat is de octopus, of niet? De octopus. Oh. Ik denk het wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Even kijken hoor. Kleine vissersboten, grote slagschepen en floten maken geen schijn van kans. Nou, daar zijn we achtergekomen. Naast deze bescherming kent de vloek toxisch water. Nou, daar zijn we ook achtergekomen. Enorme donderstormen en zombieplagen. Je kan maar op één manier de vloek verbreken. Verzamel de volgende items en geef deze aan de heilige plek. Nou, dat is deze plek. Beerdoza en zijn Ugopsida zullen u een kort sparen en een kleine kans van ontsnapping bieden. Hoe langer u spendeert op het eiland, hoe moeilijker het u wordt gemaakt. Dit ga je niet mee. Nou, ik denk dat we items moeten verzamelen en dat we hierin moeten doen. Oké, ga naar /items. Je hebt craft items en search items. En dit moeten we allemaal verzamelen. Dit meen je toch niet? Dit is zo veel. Dit is echt insane. Hoor dan die storm. Het stormt gelijk al, joh. Inderdaad. Wow! Oh, wow, wat is dit? Het spookt hier echt, jongens, Maar oké, laten we even goed die items bekijken. Want je kan dus, hier, wat staat erbij? Deze items zijn in runes te vinden rondom het eiland. Oh, dus je hebt items die je zelf moet maken en vinden. En je hebt dus items die echt in runes liggen. Dus, oh wacht, ik zie al wat lichtplekken. Dus daar moeten we sowieso naartoe lopen. En je hebt dus andere items die je kan craften. Oké, ik heb een idee. Laten we zo snel mogelijk teams gaan vormen.
vormen teams van 2 of teams van 3. We moeten een team hebben die onder de grond gaat en alle items die je onder de grond kan vinden verzamelen. Dus iemand die diamonds vindt, een klok maakt, iron ingots maakt. En je moet 5 stacks iron ingots hebben. Je moet 1 stack aan diamonds moeten we hebben. Oh, we zitten hier zo lang vast. Oké, we moeten lapis hebben, 3 stacks lapis. En redstone dus. Zijn er mensen die goed zijn in mijnen van ons? Niet allemaal. Ja, oké. We hebben hier Reno. Oké, Reno, kom even hier staan op de bladeren. Oké, we gaan even 3 mensen die gaan mijnen, oké? Jullie moeten ook met z'n 3 eens communiceren wie wat heeft gevonden. En goed dus bijhouden hoe jullie alles hebben. Wie nog meer? Wie wil nog meer mijnen? Rickert, jij wil graag komen, jongen. Rick en Dwayne zag ik al. Dwayne, kom. Dwayne, let's go. Jullie gaan mijnen, oké? Verzamel dus die stack diamonds. Het is echt veel. Let goed op je voedsel voordat jullie de mijnen induiken. Verzamel echt veel voedsel. Dat heb je nodig. Er zijn ook mensen die naar de bergen in moeten. Dat ik zo heel erg veel voor bergen. Ja, ja, ik wil sowieso bij het team van exploren. Want ik wil het eiland even ontdekken. Ik ben natuurlijk onze aanvoerder, onze kapitein. Dus wie wil met mij mee dit eiland even ontdekken? Koen, ga jij met mij mee? Ja, ik ga wel met jou mee, ja. Oké, en Toemoes, heb jij zin om met mij mee te gaan? Ja, is goed. Oké, wil je nog meer? Eristy, wil jij nog mee? Ja, is helemaal goed. Oké, dan gaan we met z'n 4 even, want we moeten dus flink veel verkennen zometeen. Dus misschien dat we ook... We hebben nog 3 mensen over. We hebben nog 3 mensen over, inderdaad. En we hebben nog best wel veel gekke items die we moeten verzamelen. Zoals 9 stacks dirts, oak leaves, wheat seeds, saplings, flint en dat soort dingen. Snowblocks, jullie moeten ook de berg in klimmen. Nou, weet je wat? Wij kunnen ook wel, als wij toch het eiland verkennen, kunnen wij wel even wat sneeuw meenemen. Dus dat doen wij dan wel. Als jullie trouwens iets hebben, laat het even weten. In de chat, dan houden we contact in ieder geval. Ik stel ook voor dat we allemaal regelmatig even elkaar meeten bij dit kampvuur. Om even de status te bekijken. Er heerst een gigantische vloek op dit eiland, dus die moeten we echt ongedaan maken. Oké, iedereen weet wat hij moet doen? Ja. Oké, team van de explorers, volg mij. Ga niet dood door het water. Let's go, daar gaan we dan. Oh, oh, let's go. Huppakee, weg hier. Zo snel mogelijk weg hier. Kom op, jongens. We moeten aan de bak. Oké, mannen. Daar gaan we dan. Ik heb echt zo geen zin in. Maar laten we gelijk even naar die lichtdingen toe gaan. Want er zijn dus best veel items die we kunnen vinden. Ik zag hier 2 runes, volgens mij. Of 2 soorten lichten. Dus laten we daar gelijk naartoe gaan. Ja, hey, misschien is het trouwens ook slim dat één van ons even wat tools maakt. Heeft één van jullie zin om even wat tools voor de rest te maken? Wie wil dat doen? Toemus, wil jij dat doen? Oké, Thomas gaat even hout verzamelen. Wij komen zo terug. We gaan gauw even kijken bij de eerste lichtvlek die we ergens zagen. Ja. Ik zag wat lichtvlekjes over dit eiland. Oh, kijk hier. Kijk eens even. Pas op, hè. Het is allemaal vervloekt, dus er kan hier een trap zitten. Ja, wat is dit? Wat is dit? Dit is een gekke bak. Oké, zoek kisten. Raak het water niet aan. Oh, een kist. Ja. Ik zie hem. Zit niks in? Een diamond. Oh, oké, ja, ik zie hem ertussen. Ik zie hem ertussen inderdaad. We hebben nu 1 van de... Even kijken, hoeveel zijn dit er? Zijn dit er 12 of zo? 10, 13, zoiets. Ja, het zijn er... 12. 12, ja, we moeten 12 items verzamelen. Oké, we hebben al 1 van de 12. Dit gaat goed. Oké, hiernaast had ook nog wat licht. Laten we die ook gelijk even bekijken. Oké, blijf goed bij elkaar, jongens. We moeten echt die tools hebben, want ik vertrouw dit echt voor geen meter. Elke mob die hier komt, moeten we gewoon killen. Wacht, kwam hier geen licht vandaan? Oeh, hier wil ik niet in. Ja, wel een heel diep... Dit is wel een diep gat. Dit is een diep gat. We kunnen wel even een kleine weg naar beneden maken. Wel oppassen. Ja, pas op, jongens. Pas op. Dit is heel gevaarlijk. Als je valt, oeh, er zijn 2 kanten die op kan gaan. Oeh, ja, dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. Ik moet meer blokken hebben. We moeten meer blokken hebben. Veel meer. Dus ga gewoon lekker hakken. We moeten er wel uitzien te komen. Oké, wil iemand veel... Wacht, we kunnen sowieso deze weg wel naar beneden. Ja, die is wel veilig. Oh, het is hier pikken donker, jongens. Het is hier pittig donker. Oké, je kan hier rechts en links. Koen, ga jij links? Ik ga rechts. Oh, hier zit water. Hier zit water. Pas op voor het water, hè. Pikken donker. Ja, pas op jongens, pas op. We moeten er ook uitzien te komen. Dit is echt een hele grote cave. Dit is zo'n grote cave. Als je een kist ziet, dan moet je het zeggen. Ik weet niet of ze me nog horen überhaupt. Geen idee. Mijn kant loopt dood. Ja, dit loopt ook dood hier. Hé, er zit hier wel iron. We kunnen wel even iron meenemen, zodat we zo meteen even tools kunnen maken. Ik denk wel dat het heel handig gaat zijn. Ik zie geen kisten, man. Hier zit niks. Oké, laten we teruggaan. Let's go. Ja, ik probeer even rustig een weg hier te vinden. Oh, shit. Ja. Wil je niet heen? Ja, moet wel omhoog, maar ik moet even zo bouwen. Oh, dit is het niet. Nee, dit loopt ook dood. Oh, we zijn de weg kwijt, jongens. Nee. We moeten de andere kant op. Ja, we moeten de andere kant op. Dit is niet de kant. Onze teammaat wacht ook op ons, dus die moet weg gaan opzoeken. Yo, oké. Nou, we zijn weer boven. Hé, dit is een andere groep. Wacht, we gaan even naar ze toe, jongens. Yo, jongens, hier zijn we al geweest. Hier, die kist is leeg. We hebben nu al 1 van de 12 items gevonden. Oké, jongens, laten wij even met ons eigen... Ik heb het gevonden. Ik heb het gevonden. Waar? Hier, kom, volg mij. Ja, oké, let's go. Ik heb nog wat tools voor jullie. Oh, ja, tuurlijk, de tools. We waren met die tools bezig. Kijk. Deze voor jou.
Kijk eens even, nice. Thanks man, goed bezig. Ik heb ook een tools voor iedereen, voor Lip. Ja, heel goed. Ook nog even tools voor mij? Oké, top, top, top. Dit is een andere ingang naar een cave. Pas op, dit is groter. Oh, deze, en hier zit licht in. Hier zit licht in. Wat? Kijk, alsof er iemand geweest is. Ja, dit is... Oh, wacht, hier zit ook iron. Laten we dat iron gewoon gelijk meenemen. Dat kunnen we vast wel gebruiken. Oh, hier staat een kist. Oh, een kist! Even kijken hoor, wat zit hierin? Oh, 3 blocks of netherite. Wacht, dat moeten we inleveren of niet? Ja, ja, dat moeten we inleveren. Ja. Even kijken hoor, 3 blocks. 1, hoeveel? Oh, hoeveel bij 1 dit? Oh nee, wel 3. Nee, wel 3 blokken. Ja. Oh, ik dacht even dat we shit konden craften. Oké. Ja, neem de iron mee. We gaan ook gewoon verder exploren. Let's go. Neem wat iron mee als je het ziet. Dat kunnen we namelijk echt wel goed gebruiken. Allemaal torches hier, joh. Wat is een... Kandelaren zijn dit. Candles. Wow, dat is best sick. Pas op, hè. Dit lijkt ook echt zo'n heilige plek of zo. En daar wil je echt niet mee sollen. Oké, let's go. Raak het water niet aan. Het is giftig. Oh, wat is dit? Instortingsgevaar. Oké. Oh, hè? Wat is dit? Oh, is er slijm onder? Oh, je kan hier naar beneden. Wacht, ja, ik denk... Kunnen we hier langs? We moeten niet instorten. We moeten echt oppassen, jongens. Iemand is dood! Iemand is dood! We zijn iemand kwijt, jongens. We zijn iemand kwijtgeraakt. Oh, weer iemand minder. We zijn nog met 8 man over of 9? Nog iemand dood. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Oké, blijkbaar zijn skeletons heel sterk, jongens. Dus pas op. Ja, pas op, hoor. Je wil echt niet dood. We moeten ook oppassen met die caves, hoor. Wij willen ook echt niet doodgaan. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dat voor beest? Ah! Oeh, wat is dat? Wat is dit ook weer voor beest? Oh, die doet niks. Hij doet niks. Kill hem, kill hem. Hij dropt ook niks. Oké. Oeh. Oh, wacht, dit water? Ik word niet gedamaged door dit water. Dus dit water is veilig. Oh, nee, oké. Oké, je wordt wel gedamaged. Je wordt wel gedamaged, pas op. Nee, er zit hier niks. Er zit hier niks. Er zit hier niks. Nee, weg hier. Oké, ik heb al lekker wat iron. Daar kunnen we zo tools van maken. En ook armor, hè. Voor de eerste wave van zombies of zo mocht die komen. Want er werd gezegd, hè. Het werd net gezegd dat er grote zombieplagen zijn. Dus pas daarvoor op. Ik heb 16 iron. 16, nice, nice. Ja, we moeten voor... Au. Pas op, joh. Ja, we moeten voor onze hele crew moeten we full iron maken eigenlijk. Oh! Oeh. We willen niet nog meer mensen verliezen. Nee, er zijn er echt al 4 kwijt in totaal, joh. Dat meen je toch niet? Lijkt wel een soort van... Dash is dit? Wat is dit inderdaad? Wat is dit voor spul? Dit is... Glowberries. Oh, oké. Nou, laat het gewoon meenemen. We slopen gewoon deze hele sacred site hier. Hoppakee, neem ze gewoon mee, hoor. Ja, neem lekker wat iron mee, jongens. Dat kunnen we voor de crew gebruiken. Zo, ik zit nu op 24 iron in totaal, dus dat gaat lekker. Ik zit op 19 iron in totaal. Oké, laten we snel weggaan, jongens. We hebben hier een kist geloot, dat is nice. Dus we hebben nu 2 van de 12 hebben we al verzameld. Laten we snel doorgaan. We moeten andere dingen vinden. En we moeten ook even eten vinden voor zo. Want ik weet niet hoe het met jullie zit. Kan je die bestjes eten? Probeer dat eens. Ik ga het eens proberen. Misschien ga ik dood. We komen er op één meer achter. Ik ga niet dood, maar dat geeft maar 1 food. Dus... Dat is niet heel veel. Nee, we hebben echt weed nodig of zo meteen. Laten we verder de berg in gaan. Misschien vinden we dan meer eten. Ja. Oké. Hou goed alles in de gaten. Kijk goed of je iets van steen ziet. Wel daar een brug in de verte. Oh, ja, daar kunnen we ook wel naartoe. Laten we daar naartoe gaan, inderdaad. Oké, we gaan eerst omhoog. Moet even uitzicht krijgen. Oh, hier zit ook iets, hier zit ook iets. Let's go. Hier zit ook een, dit lijkt ook wel zo'n sacred site, zo'n ruïne. Tempel? Ja, dat lijkt een tempel inderdaad, daarom. Oh, een koe, kill de koe. Hoppa, is dood. Wat zit hier? Schaap ook. Wat zit hier? Let's go. Oh, ja, hier zit... Oh, deze is al geloot. Hey. Wat? Oké, neem het bed mee. Neem gewoon alles mee. Sloop het gewoon, joh. Boeien. Maar je wil hier zo snel mogelijk wegkomen. Ja, de goeie. Inderdaad, strings mee. Ja, goeie. Oké, die gaat dood. Oh, dit is een koeien. Ja, dit is nice. Hier zitten te veel koeien. Nice. Kun je ook omhoog, volgens mij. Ja, we kunnen hem omhoog, maar ik snap... Heeft iemand van jullie hier een item gevonden? Heeft iemand een item gevonden? Oh, in de toren omhoog. Hier staat een kist. Oeh. Zit er iets in? Ja, er zit wat in. Oh, wacht. Show me. Okay. Oeh, een Chorus Flower. Oké. Ik neem ook deze ook al mee. Wacht, zal ik even al die dingen verzamelen? Die Sacred Side dingen? Oké, we hebben nu al 3 van de 12. Dit gaat heel goed. We zijn goed bezig. Oké, we moeten 4 stacks aan snowblocks fixen. Dus die moeten we even craften. Let's go. Ik ga gelijk bezig met verzamelen. Oké, ik denk wel dat ik inmiddels al lang genoeg heb. Oh, 4 stacks aan snowblocks. Oh, misschien kunnen we het best even meehelpen. Want 4 stacks is wel echt bizar veel natuurlijk. Oké, ik zit nu bijna op 1 stack, jongens. We hebben... Of 1 stack. Ik zit op een halve stack. Dus als
iedereen even mee kan helpen, dan, want we kunnen echt nu alle handen gebruiken. De sneeuw zit ook diep in de grond, dus je kan het heel diep in de grond hakken. Zoals slim om te weten, denk ik. Ah, oké, mijn scherpe stuk. Nou, ik kan weer heel veel maken nu, gelukkig. Oké, ik heb meer dan één stack nu. Top. Zo, dit gaat veel sneller. Oké, kijk eens even. Nice. Ik zit op anderhalve stack, jongens. Waar zitten jullie op? Anderhalve stack. Snowblocks? Ja, snowblocks, ja. Ik ga even gauw het hout samen. Oké, nou, dit gaat best oké. Echt, oh, het begint ook nacht te worden. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Misschien moeten we terug naar het kamp. Oh ja, het is nacht. Oké, we moeten hier snel op reageren. Want er komen waarschijnlijk mobs. En die mobs hebben al twee van zijn crewleden gekild. Zijn ook al twee door water dood gegaan. Jongens! Oké, we moeten hier weg. Het begint nacht te worden. We zijn al twee van onze crewleden verloren aan de nacht of aan mobs. Dus weg hier. Terug naar het kamp. Oh shit. Wat is dit? Oké, pas op voor die lightning. Ja, dit is gevaarlijk. Dit is heel gevaarlijk. Let's go, weg hier. Terug naar het begin. Oké, je staat nog. Kill de koeien gauw nog. Heel nice. Deze koeien gauw killen. Oké, jongens, let's go. Terug naar het begin. Ah, we zijn er. Jongens, kom, let's go. De anderen zijn er ook al zo te zien. Jongens! Maten! Oh ja, shit. Scheepslieden, kom. Kom jongens, kom. Hey jongens, het is nacht en ja, dit dacht ik al. We zijn weer twee mensen verloren. We zijn nu nog met 1, 2, 3, 4, 5, 6. We zijn nog maar met z'n zevenen, jongens. Kom die bij jullie groepje? Blijkbaar zijn skeletons... Nee, niet van ons groepje. Het is van een ander groepje. Ik denk van de miners, of niet? Zijn dit de miners? Nee. Overworld core. Oh ja. Oh wow, dit meen je toch niet? Ja, jongens, skeletons zijn blijkbaar iets van 5 keer zo sterk. Dus vermijd ze. Ja, probeer niet te vechten, want je bent zo snel dood. Oké, ik heb ook. Daarom hebben we echt allemaal shields gemaakt. Oh, nice. Hele goeie. Ja, ik heb ook nog wat iron. We kunnen wel gauw even wat ovens hier neerzetten. En dan laten we voor het hele team even wat dingetjes maken. Want ik heb dus vet veel iron. Ja, oké, gauw kist maken, want het is nu nacht. We moeten nu even hergroeperen in deze nacht. Je weet het maar nooit. Oké, daarnaast, ik heb al een. Oh, pas op. Oh ja, die lightning, jongens. Pas op. Pas echt op, je kan geraakt worden daardoor. Heeft iemand van jullie nog toevallig iets van een ruïne gevonden met items erin? Of waar jullie... Nee. Ja. Oh, drop maar. Bij de brug, daar. Ja. Daar is nog een ruïne. Oh, daar aan de andere kant. Heb je die... Zo wouden we naartoe gaan, maar het werd nacht, dus we moeten even naar de kant toe. Ja, precies. Oké, jullie mogen op zich ook wel die ruïnes collecten, maar we moeten wel weten wie wat doet, want anders lopen wij er zo ook naartoe. Ik heb in ieder geval al drie dingen gevonden. Heeft iemand al een ander item compleet? Wij hebben de iron. De iron. Is die hele iron al compleet, of niet? Ja. Oh nee. Oeh, nee, laat maar. Ik stel ook voor dat we allemaal eerst armen krijgen, jongens. Echt, laat dat maar even wachten. Er stond in die briefing dat we zo snel mogelijk alles moesten doen. Maar ik denk dat het slim is dat we allemaal full iron is krijgen. Oh, er is al zombie. Wacht. Ik ga een test doen. Ik wil hem laten raken. Wat gaat er gebeuren? Dus nu kunnen we ook eens voor eens en altijd weten wat er gebeurt. Oké, val aan. Oh. Hij focus mij. Oh. Moet je even weglopen, denk ik. Oh. Hoeveel hartjes? Ik had half armor en 2 hartjes eraf. 2? Oké, wauw. 2 hartjes. Kan je nagaan wat een skeleton doet, jongens? Ja. Oké, kill hem. Ik werd net ook gehit door een skeleton. Oh, jongens, pas op, jongens. Echt oppassen. Oké, als je een item compleet hebt, ga naar de dubbele kist daar en lever het in. Ik ga vast mijn dingetjes inleveren. Want ik heb er al 3 gevonden. Oké, zo, dit lever ik gauw in. Oh, oké, let's go. Die en die. Zo, die zet ik even onder neer. En die sneeuwblokken, die gooi ik hier ook vast in. Alleen die is nog niet helemaal compleet. Oké, en nu moet ik weer terug zien te komen. Yes. Oké, ja, gooi maar. Ik heb meer sneeuw. Ja, we hebben nog anderhalve stack sneeuw nodig. Dus ik denk, oh, we hebben wel genoeg. Oh nee, we hebben nog net te weinig. Net te weinig. Ja, we moeten nog een halve stack iets hebben, zoiets. Oh, oppassen. Oh, wat is dit? Ik had je gewaarschuwd, hè. Wat is dit? Oh ja, hier zijn we al geweest. Dit is dus die geheime gang van zo net. Ja, dit zijn we al geweest. Dus daar hoef je niet naartoe. Pas op een skeleton naar boven. Pas op. Oh, skeleton? Waar? Ja, boven. Achter je. Oh jongens, pas nou op. We mogen echt niet meer mensen verliezen. Oh, ik zie hem. Oké, weet je wat? Ik wil hem killen. We moeten ook een crossbow of een pijl en boog hebben. Oké, let's go daden. We pakken hem. Oh, pas op jongen, pas op. Ga niet dood. Ik pak hem. Oh! Oh! Yo! Een skeleton is echt 2 hits of zo! Dude, oprecht. Wauw. Wauw. Oké, ik moet ook echt een shield. Ja, oké, nice. Oh, ik moet echt een shield hebben. Oké, ik heb een shield, nice. Oh, die hebben we echt nodig. Die hebben we echt nodig, die shields. Heeft iemand pijlen voor mij?
Want ik heb met mijn adventure skills heb ik een pijl en boog gemaakt. Ja, oh nice. Hier, ik heb hier een pijl van. Heb ik van mijn vader geleerd trouwens. Een pijl en boog maken. Dus, en nu in het vervloekte eiland komt het zeer goed te pas. Ja, dat klopt. Je komt goed. Hij ziet er trouwens goed uit, jongen. Je hebt al een full setje. Ja, we moeten even wachten tot het weer dag wordt. Het is bijna dag. Dus ik stel voor dat we de volgende nacht ook gewoon weer... Hé, wacht. Kan je vlees opkoken? Ja, dat kan. Dat werkt niet. Wat? Oh, dat is cool. Als het klaar is, dan komt het zomaar, dat wordt het automatisch. Oh, dat is wel vet. Ik heb ook nog vet voor vlees namelijk. Ja, oké. Okay, we kunnen ook nog even vlees hier in de oven gooien. Okay. Ik krijg wel de kriebels van dit eiland, hoor. Ja, ik zeg je eerlijk, die octopus die zit er ook altijd lekker te chillen. Die heeft ons blijkbaar gekaapt. Dus zolang we op dit eiland zitten, zijn we denk ik veilig voor die octopus. Alleen ja, we proberen niet te ontsnappen. Probeer gewoon niet iets te zwemmen of in een boot te gaan, want je gaat echt hartstikke dood. Ja, we zijn... Oh, pas op daar. Je wil echt niet dood, jongen. We zijn echt al 4 mensen verloren, hè. Dus dood is dood. Oké, jongens, ik zou zeggen, succes. Ga je ding weer doen. Het is weer dag. Mijn team, volg mij. We gaan er weer. We laten dit vlees al in zitten. We gaan naar de volgende dag. Komen we wel weer terug allemaal. Gaan we even alles bespreken, alles inleveren. Dus focus je op de items. Check regelmatig ook de kist wat erin zit en wat niet. Dat kan voor jullie ongeveer. Wij gaan nu naar de brug. Want daarachter zien we er ook in. Let's go, jongens! Au! Scheepsmaatjes! Oké, let's go, jongens. Geen tijd te verliezen. Ja. Dit is dag 2 op dit eiland, op dit lelijke eiland. Ik wil hier nu weg, ja? Oké, joh, er zit hier gewoon een brug, joh. Ik ben benieuwd. Is dit geen trap of zo? Pas op, hè. Wie durft voor? Want ik vind het echt, ik vind het mega eng. Straks zit hier een trap, hè. Dus pas op. Oh, ja, kijk. Oh, als je... Zit wel een gat in. Als je hier doorheen valt, ben je echt klaar. Snel door, pas op voor die gaten, hè. Oh, wat is dit echt. Ja, hier zit er echt heel veel. Gewoon ook een beetje snel, want als je te lang gaat treuzelen, dan ga je er juist in vallen. En er klaar mee. Let's go. Even kijken, hoor. Er zit hier... Oh, ik zie een kist. Ja, er zit niks in. Nog meer bedden. Neem de bedden mee. Ja, de toren weer in. Er zit eentje in de toren. Die zit. Wacht even, ja, laat het zien. Er zat een zadel in. Oeh, een zadel. Die hebben we ook nodig, of niet? Item, zadel. Ja hoor, kijk, 1 zadeltje. Oké, dat is item nummer 4 van de 12. Dus we zijn echt goed bezig. Oh, hier zit een kleine cave. Ja... hij volgens mij loopt deze dood. Ik weet bijna zeker dat het weer zo'nzelfde cave is. Laten we deze voor nu overslaan, jongens. Want die caves die vertrouw ik echt voor geen meter. Ja, we gaan nu langs die octopus. Echt, wat een rotbeest. Wacht. Nee, niks van een kist bij hem. Nee. Oeh, oké. Okay, ze hebben een ruïne gevonden boven de berg. Met een netherstar erin. Dus dat is nummer 5 al. Of volgens mij nummer 6 al inmiddels. Ik snap dat. Oh. Ik krijg niks van jou. Oh, ja, goed. Ja, ik wil dat we teruglopen, joh. Haha. Kijk eens even. Hoppa, weer een ruïne. Dat is nummer 7 al, denk ik dan. Ja, dit gaat goed. 3 enterots zitten erin. Top. Ik neem ze mee. Even kijken, zit hier misschien iets bovenop? Je weet het niet. Oh, nou. Hé, die toren erbovenop, daar zijn we nog niet geweest, toch? Of was dat? Nee, dat zijn we nog niet geweest. Hier zit ook niks aan de zijkant. Oké. Blijf oppassen, jongens. Hou je zwaard gereed. Oké, nice. Top. Dit is volgens mij nummer 7 alweer die we zo pakken. Als hier iets in zit dan. Ze weten ook dat in elke ruïne zit iets. Er zit sowieso iets. Oh, ja hoor, een kistie. Met een enchanted golden apple. Nou, die gaan we niet eten, want die hebben we nodig. Dus, oké, top. Oh, pas op dat je er niet vanaf springt van de toren, want dan ben je dood. Laten we inderdaad rustig naar beneden gaan. Oké, we gelijk door, jongens. We zijn echt tempo team. We gaan echt lekker. We kunnen weer dezelfde weg terugpakken. Hé, hey, ik zie daar op de berg ook nog iets. Zie je dat? Misschien heeft het andere team die al gevonden. Dat weten we niet, maar... We kunnen altijd even kijken. Ja, we kunnen ook... laten we inderdaad weer teruggaan nu. Oké, daar zit het altaar. Yes. Laten we gauw weer teruggaan. Pas op voor de gaten. De gaten. Oh, dit is alleen dom wat ik nu doe. Dit is heel dom. Dit is juist niet... Oh. Ja, en we zijn er overheen. Top. Oké, jongens, let's go. We moeten de bos in. Hier kunnen we misschien ook wel iets vinden. Ik zou ook zeggen, laten we een klein beetje verspreiden. Dus bijvoorbeeld, Koen, ga jij bijvoorbeeld even rechts langs. Ik ga een beetje links langs, want hier tussen kan ook van alles zitten. Ja, het begint alweer donker te worden. Goed dat je het zegt. We moeten zo ook weer terug. Oh ja, we zijn er. Kijk eens even. We zijn bij de volgende ruïne. En hier zitten 2 kopwebs in. Nice. Goed, jongens. We hebben weer wat gevonden. Oké, wacht. Ik ga even in een boom klimmen om even te kijken of... Wat zat er in die kist? Kopweb zaten erin. Ja, ik doe rustig aan. We moeten gewoon even exploren. Ik ga even in de bomen, in de toppen klimmen. Of kijken of er nog iets zit. Het wordt bijna donker, jongens. We kunnen misschien nog eentje even looten. En dan moeten we echt weer terug naar het kamp. Ik zie niks. Ik zie helemaal niks. Ik moet misschien nog wat hoger. Oh, dit is wel hoog. Spittig hoog.
Oké, laten we nog gauw even wat sneeuw verzamelen. Oh, wat zit er bij? Oh, zit de koe boven. Oké, laten we... Oh, het wordt weer donker, jongens. Oké, snel nog even wat sneeuw meenemen. Want we hebben nog een halve stack nodig. Dan hebben we die achievement ook voltooid. Dus let's go. Hé, hey, wacht. We kunnen heel snel nog even naar de top. Misschien zit er nog wel iets. Ondertussen sneeuw hakken. Misschien zit hier nog boven een ruïne. Oké, zien we nog een ruïne? Zien we nog iets? Ik zie niks. Oh, waar zou iets zitten? Ja, daar zit één. Daar zit één. Ik zie er één. Hier, hier onder ons. Letterlijk onder ons. Oh, een skeleton erachter. Oké, we pakken deze en dan gaan we gelijk terug. Want we moeten opschieten. Die skeleton kan jou in 2 shots killen. Dus pas alsjeblieft op. Blijf eten. Goed dat je eet, inderdaad. Dit is echt gevaarlijk werk wat we nu doen. Pas echt alsjeblieft op. Oké, we pakken die name tag. Zit de name tag in. Top, top, top. Oké. Oh, pas op jongens, pas op, pas op. Oh, ja. Kom op, kill hem. Oh, ik heb hem, ik heb hem. Let's go, we hebben hem. Oké, nice, nice. Zonder, hey jongens, zijn we weer. Sorry, we waren net wat later. Hey, hallo. We hadden namelijk weer een aantal items. Ik heb, even kijken hoor. Oh, pas op. Pas op. Oh, phantoms. Oh, 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 wat is dit? Oh, wat is dit? Oké, pas op. Weg, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, oh, de tent breekt af, de tent. Oké, lopen, lopen, rennen, rennen, rennen. Oh, oh, dit ga je niet menen. Iemand is dood door de Phantom. Iemand is dood, ga, nee, jongens, kom, kom, kom. Oh, kom, kom. Rennen, rennen. Oké, ja, we kunnen hier naar beneden, we kunnen hier naar beneden. Koen, Koen, kom. Hier naar beneden, hier, open, weg, weg, weg.